Hoi iedereen, en vandaag film ik met mijn wrap-up en mijn TBR van juni. Ik heb deze maand twee boeken eigenlijk kunnen lezen. Juni gaat wat moeilijker zijn, ik heb mijn examens aan. Maar we gaan beginnen eerst met mijn wrap-up. Even een kleine side note. Ik heb mijn haar even zo gedaan, want ik zou heel graag een sidecut willen. Maar ik weet niet of dat er bij mij zou passen. Dus zeg maar beneden in de comments of dat er zou passen of niet. Oké, up, another wrap-up. Mijn eerste boek dat ik heb uitgelezen is... Wat een boek heb ik eerst uitgelezen? Oké. De eerste boek dat ik dus heb uitgelezen is Morgenrood van Stephenie Meyer. Eindelijk, Twilight is uit. Mijn Twilight-serie heb ik volledig uitgelezen. Ik ben blij dat die eruit is. En het was superleuk om te lezen. En ik ben echt wel een Twilight-fanneke geworden. Dus, yay. Ik kan nu natuurlijk wel de kleine novel er nog bij lezen van De Korte Leven van Bree Tinder. Maar dat zal voor een andere periode zijn. Mijn tweede boek dat ik heb uitgelezen is Offergave van Rachel Mead. Dat is de deel 5 van de Vampirius... Academicus Vampirius serie. Love it. Ik ben nu al met deel 6 bezig. Ik kan niet wachten om verder te lezen. Het blijft interessanter en interessanter. Dus dit was mijn wrap-up van mij. Hup. Naar de TBR van juni. Oké. Mijn TBR van juni. Dat zijn twee boeken. Ik ga waarschijnlijk maar één en half lezen. Of misschien net niet. Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk verder. Want ik probeer toch iets te lezen van ontspanning tijdens mijn examenperiode. Dus de eerste boek dat ik wil uitlezen is Offergave van Rachel Mead. Dat is natuurlijk de deel 6 van de Academicus Vampirius serie. Natuurlijk moet ik die verder lezen, want die is echt, oh my god, zalig om te lezen. En ik ben er nu al aan begonnen en oh, ik moet verder gaan en het is nu echt interessant. En het is spijtig dat de boeken niet als films verder gaan of als een serie, want ik wil eigenlijk wel weten hoe dat ze Adrian zouden presenteren. Want ik denk dat dat wel een stuk zou zijn. Dat zou zo'n tweede lekker stukje zijn en niet als Dimitri Belikov. Dus... Oh. Ik hoop dat ze daar toch iets van maken. En het tweede boek dat ik probeer uit te lezen en mijn haar wil precies niet meewerken. Dus het tweede boek dat ik wil uitlezen is... Ja, dank u. Het tweede boek dat ik dus wil uitlezen is De Crypte. Dat is deel 1 van de Dodenrijk serie van... Kijk, dat is terug naar mij. Amanda Stevens. Assistenten hier niet van mij. Ik had die ooit al eens een shoplog gezet. Denk van december 2015 in ieder geval. En ik dacht, ik wil die eigenlijk eens beginnen lezen. Want ik wou altijd die lezen. En voordat ik mijn zin er verlies, zou ik er toch maar aan best beginnen. Dat is mijn wrap-up mei en mijn TBR juni. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende video. Doei! Hoi iedereen. En vandaag film ik mijn... Wat was er vorige maand? Nee. Oh my god. Ja, nee, ja. Dat is voor de eerste keer dat iemand met mij staat te filmen. Oh my god.